Ja? Goed, we gaan wat oefeningen doen voor de billen. En natuurlijk moet je bij deze oefening ook altijd je core, hè, je buikspieren, goed aanspannen. Ik gebruik weer een bal voor mijn hoofd. Maar je mag natuurlijk ook op deze manier of een kussentje onder je hoofd. Of je maakt van je arm een kussen, dat kan ook. Zo. Dus zo. Ik gebruik een bal, ja? Ik leg de bal tegen de achterrand van de mat. Ik leg mijn billen ook tegen de achterrand van de mat. En mijn voeten ook. Ja? Dus alles ligt in één lijn. Goed. Nou, ik vind het fijn om muziek te gebruiken. Dat vind ik dan stimulerender, maar het mag natuurlijk. Zonder geluid. Goed zo. Maak een lange nek. Let op, de heupen blijven boven elkaar, hè? Dus ik ga niet naar achteren. De schouders ook niet met je borst open. Ja? Steun met je vingers voor je borst. En span nu je buik. Ja? Schouders naar beneden. Hou je voeten bij elkaar. En open je heel rustig de knieën. En 1. Zoek de weerstand. Ja? Voel je het achter de billen en dan weer terug. Nog één keer langzaam, de duw omhoog, zonder dat je die heupen meedraait, hè? En weer terug. Gaan we ietsje sneller. Dus open en sluit. En sluit. Open en sluit. Nou, de voeten houden contact met elkaar. De buik blijft op spanning. Ja? Zodat je niet naar beneden kijkt. Ja? De bovenkant van je rug is ook lang. Ja, je ziet nog steeds dat je hals te zien, is nog steeds te zien. 4. Let op, schouders omlaag. 3. 2. Ja, en intussen ga je het aardig voelen hier. En laatste. Oké, lift je onderbeen en je knie. Op 1 hoogte. We draaien een cirkel. Dus je knie gaat naar voor, omhoog, naar de tenen en omlaag. Voor, boven. Maar ze blijven als het ware op een tafeltje liggen. Nog 4. 3. Span de buik. 2. En blijf lachen. En we draaien terug. Naar beneden, omhoog en naar voren. Dus het rondje gaat op deze manier. Tegen de klok in. 4. 3. 2. En 1. En leg maar neer. Ja, die voel je. Goed zo. Kom maar op je elleboog. Leg de bal voor je. En dan breng je de bovenste knie. Leg je op de bal. Je voet ontspannen op de grond. Ja? Nou, duw je die onderste been lang van je af en je flext de voet. Ja, dat betekent je tenen naar voren. Juist. Oké. Zorg dat je weer een lange rug hebt en je buik gespannen. Nou, lift je de bovenkant, nou lift je de zijkant van de voet omhoog. Dus niet je tenen, maar de zijkant van je voet. Misschien helpt het als je denkt hiel omhoog. En teken een streepje verticaal met je hiel. Pop en span die buik. Schouders laag. Juist. En die andere knie laat je gewoon hangen op het kussentje. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Goed zo. Nou, breng je 2 benen naar beneden. Ja? Side balance. Je mag weer de bal gebruiken als kussen. Ja? 1 arm is voor de schouder. Die andere is vlak voor je. Op de vingertoppen. Goed zo. Nou, de side balance is alsof je staat. Zorg in ieder geval dat je je tenen kunt zien. Juist. Dus de benen niet te ver naar achteren. Sommigen willen die helemaal in de hoek voor op de mat. Dat vind ik iets te veel. In het midden van de mat vind ik beter. Schouders laag, span de buik. Oké, adem in.
en adem uit. En lift je voeten allebei tegen elkaar. En die komen dan recht achter je staartje. En adem in. Nog een keer adem uit. Side balance. Span die buik. Adem in. En adem uit. Je uitdaging willen, probeer maar in balans te blijven. Nog twee keer. En de laatste. Span je buik. Hou de benen omhoog. Port. Flex. Part. Flex. Je mag dat met de hand op de grond doen, maar niet helemaal drukken. Probeer zo min mogelijk te steunen. Dus de benen zijn lang en achter je staartbordje. Dus niet te laag en niet te hoog. Nog vier keer. Dit was de laatste. Breng je onderste been maar naar beneden. Goed zo. Nou, het bovenste been duw je iets verder van je af. En wat gebeurt er? Dan kom je taille van de mat. Ja? Even laten zien. Zoals je taille op de mat. Sterke buik. En duw je heel weg. Dus je taille van de mat. Oeh, dat is wat een uitdaging. Dan probeer je dat onderste been te klemmen. En terug. Adem uit. En terug. Span je buik. En de taille blijft aan de mat. Nog vier keer. Span de buik. En lange nek. Niet naar achteren rollen. En de laatste. En leg de benen terug. Oké, allebei de benen even ontspannen. Nou, buig ik het onderste been een klein beetje. Ja? Ik hou de heup boven die andere. Goed zo. Nou, buig ik de knie. En ik strek het been helemaal naar voren. Goed zo. Nou, dat is wel een extra zware oefening, hè? Nou, strek je de voet naar beneden. En dan breng je dat been ietsje achter je heup. Terwijl je die onderste knie ietsje naar boven denkt. Niet daarboven, maar richting je neus. En flex voor je navel. En strek achter de heup. En dan denk je die knie naar je schouder. En hiel. En strek. En hiel. Denk aan steeds je schouders boven elkaar. Hè? Dus niet naar achteren met je borst. Hou contact met de grond hier. Dan zijn in ieder geval de schouders boven elkaar. Merk je, ik adem uit door de mond en ik adem in door de neus. Mag je ook weglaten als het te veel is. En de laatste, hou hier. Goed zo. 4. Duw die heel weg. 3, 2, 1. Strek de benen achteren. Ja. Hou de heupen boven elkaar. En breng de bovenste arm diagonaal. Rek, 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 4, 3, 2, 1, en ontspannen. Oké, de bovenste been beweeg je naar achteren. Nu kom je in een triangle zit, zoals dat heet. Dus de been wat boven was, is naar achteren. Lekker weer rechtop te gaan zitten. Eén arm opzij. Rijk. Rijk, juist. Je voelt hier een stretch. Niet te veel naar beneden. Rijk naar de plek.
lint bovenaan de muur. En de arm gaat omlaag. En de laatste. Oké. Draai de armen om naar achteren. En draai naar de mat. En draai omhoog. En draai naar de mat. En nog twee keer. En draai naar de mat. En de laatste. Borst omhoog. En naar de mat. Goed zo. Goed zo. We draaien om en we gaan helemaal naar de andere kant. Hoofd op de bal, billen tegen de rand van de mat. En de knieën naar voren gebogen. En de voeten op elkaar, ook tegen de rand van de mat. Ja? Liet je kin knikken. Ja? Ruimte tussen je kin en je hals. En zorg dat je nek lekker ontspannen is. Voeten blijven op elkaar. En open de knie. Even aanspannen. En ontspannen. Open de knie. Zoek die weerstand op. Laat die heupen niet meedraaien, want dan heb je geen spanning. Hè? De heupen blijven boven elkaar. En dan druk je die knie naar boven, dat hij niet verder kan. En dan ontspannen. Hou die buik. Open en terug. Span aan en terug. Misschien heb je er een beeld bij. Alsof je een trekharmonica hebt. En het gaat heel zwaar open en het gaat heel zwaar dicht. Juist, of een deur die heel zwaar open gaat. Een hele zware deur. En duw. En let op, de schouders zijn boven elkaar. Dus niet naar achteren met je borst. En de 1 is na 8 keer al klaar. We doen er nog 2. En de laatste. Hou de buik. Goed zo. Lift je been. Ja? Je knie is even hoog als je voet. Je mag je voet ontspannen. Dan gaan we rondjes draaien. Voor, hoog, laag. Voor, hoog, laag. Mag wat sneller. 4. 5. 6, 7, 8. En we gaan terug. 8, 7, 6. En reken maar dat je het voelt hoor. 4, 3, 2, 1. Oké, prima. Leg de bal voor je. Bovenste been gebogen erop. Ja, mag je lekker op de elleboog. Het onderste been is gestrekt en je duwt je voet zo naar de muur. Van je af. Oké, span je buik. Even opdrukken en weer los. Alsof je met je hiel een verticale lijn tekent. Dus niet je voet sikkelen, je tenen blijven naar voren. Je mag het langzaam doen. Buik aanhouden. Niet je adem vasthouden. Altijd doorademen. Nog 2 keer. En misschien denk je, je kan er nog 8 bij doen hoor. Prima. Maar als je het elke dag doet, is dat niet nodig. Oké, 2 benen naar beneden gestrekt. Ik gebruik weer de bal. Ik zorg dat ik de voeten kan zien. Ja, iets naar voren. Oké, side balance. Ja, ik zag dat de taille van de mat is. Als je beginnen bent, is dat misschien wat te veel gevraagd hoor. Je duwt je bovenste been van je af, zodat je taille van de mat komt. Ja, dan probeer je je benen samen op te tillen. Alsof je een zeemeermin bent. Ja, niet hoger dan je staartje. En dan weer terug. Je ademt uit. En je ontspant adem in. Adem uit. Hou je schouders boven elkaar. Hou je heupen boven elkaar. En als het pijnlijk is op het bordje hier, leg er dan even een kussentje of een dekentje onder.
hou die altijd bij de hand, hè, als je de oefening gaat doen. Sommigen hebben daar wat meer uitstekende botten. Juist. Nog twee keer. En de laatste. Oké. Eén been. Ja, één been. Duw je weg. Dan komt de taille weer van de mat. Denk maar dat hier een paaseitje ligt onder je taille. Ja, hij is nu zo hoog als mijn heup. Juist. Andere voet ook flex. Dan breng ik het onderste been naar het bovenste been. Als dat te hoog is, breng je het bovenste been iets omlaag. Kan ook, hè? Span je buik. En blijf lachen. Als je aanspant, adem je uit. Ontspannen, adem in. Ja? Hou die taille van de mat. Duw die hiel weg. 4, 3, 2, 1. Goed zo. Onderste been een beetje buigen. Ja? Breng je de bovenste been naar voren. Misschien is dit voor jou haalbaar. Is ook prima. Ja, je mag het natuurlijk zo doen met je schouder of je navel. Dan breng je de been naar beneden. Dan strek je de voet. En dan breng je hem iets achter je heup, terwijl je die knie een beetje richting je schouder dicht. Dan gaan we. Heel naar voren. Point naar achteren. Heel. En point. En heel. Let op de schouders, die blijven boven elkaar. Heel. En als je been naar achteren gaat, span je buik. Extra aan. Juist. Span je buik. En doe je neus in. En. En vier keer. Dan houdt de been naar voren. Ja, we kunnen natuurlijk nog op gaan, maar we houden het voor vandaag een beetje simpel. Hou vast. 3, 2, 1. Strek je been naar beneden. Span je buik. Heupen blijven boven elkaar. En linker bovenste arm. Schuin naar voren. En rijk ver. 4, 3, 2, 1. En leg het. De knie op elkaar. Maar de bovenste been gaat naar achteren. En we gaan side stretch. Oké, daar gaan we. Ja, ik buig dus naar mijn benen toe. Vooral naar mijn achterste been. Niet je arm buigen, dat heeft geen zin. Rijk en voel de strekking van je heup. Helemaal tot aan je vingers. En even ontspannen. Mag helemaal op je elleboog als je het fijn vindt. En nog een keer. En. Nou, als je niet wilt dat je schouder mee omhoog gaat, is het beter om je elleboog een beetje te buigen. Ja, keer naar voren. En schuif je hand een stukje uit op je elleboog. Oké, kom op je hand. Open de borst. En breng de hand op de grond. En open de arm en je borst. Je merkt dat je hier helemaal twist, hè? En de laatste keer. En. Sluit even je ogen. Ontspan de schouders.
voetzolen tegen elkaar. Niet te dichtbij, een beetje naar voren. Breng je bekken naar voren. En misschien is dit voor jou genoeg, zeker als je last van je rug hebt. Misschien wil je je hoofd laten hangen. Blijf je daardoor ademen. Of als je wat verder naar voren kunt, leg een kussen of een bal neer. Maar je met je hoofd op je voeten. Adem rustig door. Door je neus naar binnen. En de laatste. En rol.